Het Hof van Justitie heeft vandaag tijdens een buitengewone openbare vergadering het zittingsjaar 2018-2019 geopend. Waarnemend Hof-president Iwan Rasoulbaks blikte terug op het zittingsjaar 2017-2018. Hij haalde aan dat de werkdrukte vorig jaar heel groot was, met daartegenover het probleem van onderbezetting. Het heeft zich gekenmerkt door het ontwikkelen van vooruitzichten voor efficiëntere en snellere rechtspraak, als ook deskundigheidsbevordering en prioriteringen. En waar het niet anders kon, uitstellen van beleidsuitvoeringen uit het beleidsdocument van het Hof, speerpunten van de rechtspraak. En dit, het uitstellen soms vanwege enerzijds de schaarse middelen, financiële middelen die beschikbaar zijn, en anderzijds de geringe uitvoeringscapaciteit binnen de rechterlijke organisatie. Het Hof en de rechterlijke organisatie zijn evenwel niet ontevreden over de gelegde basis, basis en de kleine goals die behaald zijn uit het beleidsdocument op weg naar dit nieuwe zittingsjaar. Enkele doelen die het Hof ondanks de uitdagingen toch heeft kunnen halen, zijn snellere rechtspraken en deskundigheidsbevordering. In het nieuwe zittingsjaar zal deze trend zich blijven voortzetten, benadrukte Rasoulbaks. Gedurende het zittingsjaar 2017-2018 is er hard gewerkt om de achterstanden in uitspraken, met name in hoger beroep, in te lopen. En om verlichting te brengen in het aloude probleem van de onderbezetting van de rechterlijke macht en dus van de onaanvaardbare hoge werkdruk voor de slechts 19 rechters die het systeem telt. Intussen, gedurende het jaar, bleven de civiele en de strafrollen zowel in eerste aanleg als in hoger beroep aangroeien met nieuwe zaken. Aldus waarnemend president van het Hof van Justitie vandaag tijdens de opening van het nieuwe zittingsjaar 2018-2019. Het nieuwe zittingsjaar is gestart met de goedkeuring van de regering om 7 kandidaatrechters tot rechters te benoemen.